Deze mensen lopen te hoop tegen bebouwing van dit terrein bij Baarland. Daar staat nu alleen Brasserie De Landing, maar een ondernemer wil er huisjes neerzetten. En dat is tegen het zere been. Als hier huisjes komen, oftewel hotelkamers eigenlijk, want dat zijn het, ontstaat hier gewoon een 24-uurseconomie. En aan de rand van dit mooie natuurgebied moet je dat absoluut niet willen. De recreanten die al een huisje hebben aan de landkant van de dijk zijn bang voor meer verkeersdrukte rond Baarland. Een paar huisjes geeft tot zeker 60.000 verkeersbewegingen per jaar extra, bovenop de 40.000 bewegingen die er op dit moment al zijn. De 14 huisjes zijn gepland aan de Scheldekant van de dijk, dus op de waterkering. Ook daartegen is protest. Dat vinden wij helemaal niet passen. De dijk is om ons te beschermen tegen het water en niet om bouwplannen op te realiseren. De ondernemer die de huisjes wil bouwen is Robert Nordholt van Camping Scheldeoord. Hij wil niet voor de camera reageren omdat hij de discussie niet via de media wil voeren. Wel laat Nordholt weten dat het nog steeds mogelijk is om mee te denken met zijn plan.